Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend zien we dat de wolkenvelden boven het westen van Nederland de Noordzee optrokken en dat we in de loop van de middag stralend zonnig weer kregen. En we zien ook dat een groot deel van Europa zonnig is en daardoor ook warm. Koel weer vinden we over de Britse eilanden, daar loopt de grens. Morgen bijvoorbeeld in Londen hoge temperaturen en in Belfast en Dublin lage temperaturen. Dan moet je denken aan verschillen van meer dan 10 graden. Dat zien we ook op de Europese kaart terug van de temperaturen. Groot deel van Europa heeft zomerweer temperaturen, zo tussen de 25 en 35 graden. De Britse eilanden en Scandinavië die moesten vandaag nog even wachten op de warme lucht. Maar als ik de boel in beweging zet, dan zien we zometeen. Na de nachttemperaturen. De temperaturen dinsdag overdag weer oplopen en dan zie je dat het ook in het oosten van Engeland dus warm wordt. Ook daar dan temperaturen van 28 graden bij ons 29 à 30 graden. En de warmste lucht bevindt zich dan in Frankrijk morgen, zo tussen de 30 en de 35 graden. En kijken we dan nog verder naar de temperaturen die we woensdag gaan krijgen. Dan zal opvallen dat het in het zuidwesten van Frankrijk minder warm wordt. En dat wij in het warmste deel van Europa zitten. Samen met het noorden van Duitsland en, het, uh, en België. En het noordoosten van Frankrijk. Maar in het zuidwesten van Frankrijk is het dan nog fors afgekoeld. Daar was het vandaag dus nog 30 tot 35 graden. In de buurt van Bordeaux woensdag, daar al temperaturen onder de 20 graden. Dan de temperaturen bij ons. Van een half uurtje geleden waren dit de maxima, zo rond de 25 graden op de Waddeneilanden. Tegen de 30 graden in het noorden van Limburg. De temperatuur kan nog een uurtje stijgen, dus ik denk dat we hier en daar ook nog wel de 30 graden gaan halen. Hoge temperaturen. Maar het is toch te merken dat het half september is. Want in de avond raken we die warmte toch vrij snel weer kwijt. Halverwege de avond is het zo'n 21 tot 24 graden. En zodra de zon onder is, daalt de temperatuur gestaag verder. En uiteindelijk komen we dan rond 16 graden uit. Dus geen plaknachten, eigenlijk wel een hele aardige combinatie. Dit overdag lekker zomerswarm. En dan in de nachten toch een goede afkoeling. En morgen ja, bijna van hetzelfde laken en pak in het zuidwesten een paar sluierwolken, maar verder volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Een zwakke tot matige zuidoostenwind zorgt ervoor dat de warme lucht het land inkomt. En tot in het noorden van Noord-Holland 30 graden, ook in Groningen 30 graden, en in het midden en zuiden van het land 31 à 32 graden. Prima strandweer ook. Een zeewindje is mogelijk, maar die verwacht ik pas na een uur of vier. Dus dan hebben we een groot deel van de dag alweer gehad. En dan de rest van de week. Nou, de woensdag is bijna een kopie. Opnieuw hoge temperaturen, rond of iets boven de 30 graden. Donderdag komt er verandering in de lucht. Vooral later op de dag zien we in het zuidwest en zuiden dan wat meer bewolking komen. Maar het blijft wel droog. Het blijft ook nog warm. Wel iets minder heet dan bijvoorbeeld morgen en woensdag. En die wolken, donderdag later op de dag, die kondigen de echte weersverandering aan. En die krijgen we dan vrijdag. Dan trekken er buien over het land. Kan het ook een Af en toe bij onweren en de hete lucht die wordt uit het land verdreven. Vrijdag nog temperaturen van 22 graden. En kijken we verder vooruit, dan zien we dat er vanaf het weekend het kwik rond de 20 graden ligt. Dat is wel de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Dus de komende drie dagen nog even proberen te genieten van het vleugje zomerweer. Daarna is het echt voorbij. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.